Enkele dagen geleden besloot de rechter dat Tom Egbers en de NOS tot een schikking moesten komen voor Pasen. De advocaat van de NOS was destijds nog erg uitgesproken over zijn terugkeer. Een deel van de collega's dreigde weg te blijven als hij zou worden ingezet. Als Egbers zeer de ruimte had gegeven aan het idee dat werknemers zich door hun bond veilig hebben gevoeld, dan was een terugkeer van Egbers naar de redactie wellicht een mogelijkheid geweest. Maar het is beide partijen kennelijk toch gelukt om tot een schikking te komen. Na een jaar niet gewerkt te hebben, gaat Tom weer aan de slag bij de NOS. Gelukkig voor Tom, mag hij weer aan de slag. Het is, na een jaar waarin veel geschreven, gepraat en geopineerd is, goed om weer aan het werk te gaan. Hij heeft het afgelopen jaar voortdurend gereflecteerd, zegt hij. Vooral op mijn eigen rol in de cultuur van de NOS. De presentator vindt het erg verdrietig dat er collega's zijn die zich ongelukkig hebben gevoeld op de werkvloer van NOS Sports, in een cultuur waar ook ik deel van uitmaak, aldus Tom. Ook de NOS heeft gereageerd na bekendgemaakt te hebben dat ze tot in schikking zijn gekomen. De NOS laat weten te begrijpen dat het afgelopen jaar een moeilijke periode is geweest voor Tom en zijn gezin en had graag gezien dat de rol van de NOS daarin een andere was geweest. Ik ben blij dat de NOS en Tom er samen uit zijn gekomen en goede afspraken hebben kunnen maken over een passende voortzetting die recht doet aan zijn lange carrière bij de omroep. Goed dat we elkaar alsnog hebben gevonden. Het is nu tijd om weer aan het werk te gaan, aldus de hoofdredacteur van Nos Sport. Volgens de NOS gaat Tom programma's met afstand tot de dagelijkse sportactualiteit maken. Hij legt zich toe op verhalende programma's en documentaires. Ook gaat hij voor de NOS nog een aantal podcasts verzorgen.